Was u net met Rutte? Had u een afspraakje buiten de Kamer? Ja. We hebben u gespot. Ja, leuk. Wat deed u met Rutte? Gezellig even koffie drinken en even kijken hoe het ermee voor staat met hem en met mij. Maar wat is dat dan? Waar gaat het dan over? Waar gaat het? Nou, bijna alles. Nou ja, meneer Roemer, sorry dat ik stoor, maar nou had ik u al met Rutte gezien en nou zit u met meneer Lubbers op het terras. Ja, het wordt een feestdag vandaag. Maar wat is dit nou dan? Ja, dit is een gezellig gesprekje wat ik hem ooit beloofd heb en wat we toevallig op één dag organiseren. Ik denk, het is die ene dag is het hartstikke mooi weer, laat ik maar meteen in één keer doen. Bij mij begint het kwartje te vallen, want ja, u bent zich aan het inwerken als premier. U bent tips aan het vragen aan de... Je hebt ook alles meteen in de gaten. Zou het een goede premier zijn? Ja, dat laten we nou bij een pilsje houden, joh. Dat is toch veel beter. Niet dus? Op dit uur van de dag? Nee, ik ga geen enkele inhoudelijk iets zeggen. Ben je raar? Ik kan toch wel zeggen van, nou, het is gewoon een krachtige man. Dat kan die wel, denk ik. Ik kan wel van alles zeggen, maar het is niet mijn belang om iets te zeggen. Emiel Roemer op premiersdag gewoon. Wat goed.